in my life. The moment that you go away, there is no night, there is no day. En waar stonden die dames nou? Moet hier geweest zijn. Op dat ronde tablootje. Ja. Die bollen, ja. En de showtrap, met waar je niet vanaf kan. Diagonaal. En dit bewaren jullie dus allemaal? Dit bewaren wij, ja. Als je wil weten hoe televisie gemaakt is, dan wil je alles bewaren. Ook ontwerpen, scenario's, et cetera. En kijk, het begint als een gebruiksvoorwerp om inzicht te krijgen in het programma. En inmiddels is het een Rembrandt in onze collectie. Van Spaanplaat. Van Spaanplaat en karton. Hij mag wel even mee. In de kelders van Beeld en Geluid voor onze laatste uitzending van dit seizoen. Om terug te kijken op een klassieker uit de televisiegeschiedenis. De Barend Servet Show. Vroeg in de jaren 70 een van de meest ontregelende humoristische programma's ooit. 5 miljoen kijkers, meer dan de Luizenmoeder nu. En meteen een paar miljoen woedend. Zelfs de ministerraad boog zich over het programma. En het bleef nog lang onrustig in Hilversum. Het hele personeel van de NOS die stond hier op de vloer. Want wat wou ze zien? De blote dans. Prachtige, prachtige vrouwen die daar een dansje kwamen te doen. Geheel. Dus ja, ik gunde het iedereen wel eigenlijk. Want normaal gesproken moet je als opnameleider, moet je gewoon iedereen van de vloer afkrijgen. Want dat is alleen maar overlast, zeg maar. Dit ziet er behoorlijk groot uit. Als je hier in de studio zou laten zien. Hoe groot moet ik me dat decor voorstellen? Zeker deze breedte. De volle breedte van het decor hier. De volle breedte van deze studio, ja. Zeker. Ja. Dus dan, laten we zeggen, hier komt de showtrap naar beneden. Ja. Oh, ik maak het meteen kapot. Ja. Hier komt de showtrap naar beneden. Ja. Hier stonden hier, de helemaal naar voren. Ja. En dan gebeurden daar al de dingen die men verzonnen had. Het verzinnen van de shows begint eind 1971 met de Fred Haché Show, waarin Barend Servet nog de rol van assistent heeft. Het programma leent ingrediënten uit de amusementshows van die tijd. De gastheer komt op, een stem kondigt de programmaonderdelen aan. Maar helemaal zoals het hoort, is het niet. Vanavond met medewerker van de Britse zangeres Tina Charles. Speciaal voor onze show overgevlogen uit Engeland. Onze daverende quiz, wat is dat? Met vele prachtige prijzen. Een gesprek onder de titel, moet artis blijven of niet? In intermezzo door de wereldberoemde muzikale clown Okie Dokie. In de rubriek met Fred Haché op de canapé, een vraaggesprek met Dr. Anders, J.M. Den Uyl. En nog veel meer. Swing mee met Fred Haché en zijn trouwassistent Barend Servet. Goedenavond, goedenavond. Hartelijk welkom. U hoorde het reeds. Veel attracties. Staat u mij toe dat ik me aan u voorstel, Fred Haché en mijn trouwe assistent Barend Servet. Welkom, Barend Servet. Zo is het maar net. Nou. Dank u. Express. Ik heb het als jongetje altijd leuk gevonden om te vallen. De mensen rotsgakken van een stenen trap af bij het station en zo. De mensen rotsgakken. Dat kon ik gewoon heel goed. En vond ik altijd heel leuk dat de dingen mislukken of slecht gaan. Ik had de indruk, heren, dat u het meeste boos was over de artikelen van de heer Boltini. Of is dat weer... Nee, meneer Boltini is boos over de artikelen van mij. Of van mij. Ik heb ze niet geschreven. Maar nou, ik kan helemaal niet zeggen dat ik er boos over ben. Maar het... Nee, wij konden het eigenlijk niet goed ook. Maar dat gaf wel interessante beelden. Daarom kregen we steeds meer lol om dingen verkeerd te doen. Want in de script stond wel dat die Maartje Vetti... Het was een soort huiskamerachtig gedeelte. En daarbuiten was een showgedeelte, als je uit het raam keek. Barend Servet die kondigde dan een Engels zangeresje aan. Tina Charles, even kijken. Ja, daar staat ze al. En die ging dan zingen.
En vervolgens ging hij weer naar binnen en daar zat Haché en die begon een ander onder terwijl ze aan het zingen was. Over deze vraag gaat nu. Ogenblik, heer, een moment. Ogenblik, moet je zeggen. U wist misschien wel Sherry, hè? Ja? Die rot herrie. Hé, hey god, die herrie. En dan deed hij het raam dicht gewoon. Maar die zangeres gaat dat zingen. Zeiden we, dat kan je toch niet doen? Die moet toch eerst dat. Het is een mengeling. Het is dat je het echt niet. Nee, maar alle vooruitgang komt door fouten. In alles. Dat is een hele evolutie, is dat zo. Er zijn foutjes. En anders krijg je toch een statische cultuur ook. En die fouten, die ben je gaan perfectioneren. Bijna altijd door niet-vakmensen wordt de zaak ontwikkeld. De vooruitgang. Vakmensen, die doen altijd hetzelfde. Zij dachten allemaal, het moet een keer anders dan zoals het nu is. Wim schreef een refrein en een couplet. En dan schreef hij nog een couplet. En dat eerste wat een componist dan zegt, ja, maar dat tweede couplet, dat klopt helemaal niet met dat eerste couplet. Dat is ritmisch anders. En dan zei Wim altijd, maar dat moet toch niet? Nee, dat moet niet inderdaad. Wim had een keer een blues geschreven. En toen verviel ik ook in dit houten Klaassen gedag. Ik zeg, ja Wim, als ik hem doorspeel, ik kom op 13 maten. Ja, en? Is het nou, een blues heeft 12 maten. Daar had ik dan ook weer last van. Maar uiteindelijk is het een blues van 13 maten geworden. Ik dacht altijd, wij zijn het origineel. Maar dat bleek dus niet, want in 1947 had Monk al. En dat was ook 13 maten. U moet me niet verkeerd begrijpen, begrijpt u, maar ik... Ja, wat moet ik nou met het mens? Pollens, wat ben ik begonnen? Pro, door. Pecco, pello, dit wordt kakogamie. Weet je wat? Fantastisch, superbe, magnifiek, subliem, campanella. Dat moest ik uit mijn hoofd leren, al die woorden. Dat Latijn, dat begreep ik al helemaal niet. Dus ik heb het wel allemaal geroepen en uit mijn hoofd geleerd. Want ik ben niet zo van onthouden. Hè? Toen al niet en nu helemaal niet meer. Maar dat ik het eruit gekregen heb, op deze manier valt me nog reusachtig mee. Hè? Want je mag niets veranderen en dat vond ik ook goed. Ja, ja, je komt uitstekend van pas. Als geroepen, als door de hemel gezonden. Enzovoort, et cetera. En gaan we... Dit ging geloof ik in één keer goed, hoor. Maar vaak moest het ook over, hoor. Heel vaak moest het over, ja. Ja, en of dat nou aan ons lag of aan dat de regie. Kijk, ze waren met z'n vieren regisseur. Hè? De een vond het zus en de ander vond het zo. Dus vaak moesten we weer stoppen, omdat ze het boven in de regiekamer niet eens waren met elkaar. Jullie waren vier regisseurs? Ja, dat was heel onhandig, want niemand kwam eruit dan. En dan zei hij, ja, we gaan nu stemmen. En dan was het vaak wel 2-2. Wat anders moest ik of Ted, wij telden dan ook mee. Dat was Ted Dellen. Ja. Ik had met Ellen de afspraak gemaakt, als twee regisseurs ongeveer hetzelfde wilden, dan gingen we opnemen. Sowieso. Wat de andere twee er ook van Wat zeiden. Wat de andere twee er ook van zeiden. Je moet ze voor zijn. Je moet ze gewoon voor zijn, ja. Wim bleef altijd beneden, want die was... Was je met de acteurs? Ja. Ik zat met de acteurs. Met de acteurs. En Wim van Linden. Oh, die zat natuurlijk ook met Ruud dan boven te bekvechten. Wat, ja, dat... En dan, nee, die ging ook Giet, wel. Giet was ook beneden. En ik zag dan beneden op de monitor, zag ik hoe ze schakelde. En er was bijvoorbeeld een grap geweest en die werd dan te snel weggeschakeld. Ja, en dat is even vervelend. En dat deed Wim van Linden expres. Want die zei, oh, is dat een grap? Ja. Oh, ja. Ja, dat was heel vervelend, ja. Dat soort dingen. Ze hadden alle vier een andere invalshoek. Wim was een echte kunstenaar. Hè, door iets te doen wat nergens op leek. En dat iedereen dacht, het is wat. En Giet Jaspers, die liet ze allemaal maar met ideeën rondlopen. En die probeerde dat dan in goede banen. En als hij de goede banen had, dan hadden ze nog altijd Ellen Jens. Die het dan helemaal in goede banen leidde. Zo iemand moet je hebben die gewoon van de hoed en de rand weet. En al die idioten van, en dan speel ik dit. Als jij dan gaat gaan. Ja, maar hoe lang duurt dat?
Duurt het zo lang of duurt... Nee, het is maar even. Oké, dat is maar even. En het moet een programma worden van 30 minuten. En hoe lang is even? Even is 1,5 minuut. Oké, hebben we nu 1,5 minuut. Zo'n wens heb je nodig. Wat heeft dat hier te betekenen? Balhaak, scheer je weg! Augurkrare snijboon! En dat op mijn verjaardag. Bernd, wat moet die rare snoes aan hier? En dan die drie opgedirkte theetantes. Zijn die drie keuzepotters om vriendinnen van jou? Meneer, je bent wel grof. Ik denk, wat zit je daar in het cent? Beetje burgerlijke BCD-artiesten. Ja, maar echte acteurs die dat heel eventueel zouden hebben kunnen doen, die wilden dat toen helemaal niet. De edelfiguratie en de dames Rimiko in Servet. Dat zijn allemaal van dat grote figurantenbureau. Die sprekende mensen had en niet sprekende. Ja, ik vind het een B-garnituur ook niet zo sympathiek klinken. Nou ja, goed. Dat was wel zo. Ja, maar zo. Zij konden iets wat andere mensen... Ja, wat konden ze? Ze konden gewoon goed doen zonder zich af te vragen. En dat gaf ook een fantastisch effect soms. Dat ze zinnen uitspraken die eigenlijk helemaal niet bij ze pasten. Het lijkt me lastig om iets uit te voeren waarvan je niet precies weet wat de bedoeling is. Nee. Nou, dat is dus... Dat was waarschijnlijk ook de bedoeling, dat we het niet wisten. Eigenie, portie, ja, kaantjes... gewoon! Soep. Oké, soep dan maar. Te Petten, dicht bij de Hondsbosse Zeewering, is 's morgens om 11 uur, onder belangstelling van de plaatselijke bevolking, door Wim T. Schippers een flesje limonade gazeuze in zee gelicht. Wim T. Schippers maakt werken voor alle zintuigen. De gazeuze bij Petten zouden wij misschien het beste een soort feitkunst kunnen noemen. In plaats van met verf en linnen werkt hij met het stellen van feiten. Kende Wim dus niet, alleen van dat hij wel eens op tv was geweest met het flesje water in de zee. En ik woonde vlakbij tegen het Vondelpark aan in Amsterdam. En dan ging ik met mijn vrouw wel eens wandelen. Maar ik wilde altijd langs die stoel gaan. Die grote stoel die hij gemaakt had. En daar stond van prachtig. Wie komt op zo'n idee? Dat vond ik fantastisch. En toen ging ik met hem samenwerken. Nou ja, dat was natuurlijk geweldig. Met Wim Schippers samenwerken. Dat vond ik een hele eer, die man. De lachende scheerkwast. Dingen die er staan, dat zijn allemaal van die fluxuskunst, waar Wim natuurlijk aanvankelijk ook bij gehoord heeft. En die fluxusbeweging wilde eigenlijk de kunst en het dagelijkse leven integreren, in elkaar laten overgaan. Het is ontregelend, het is tamelijk anarchistische performancekunst, zou je kunnen zeggen. Hans, ik word gek! In 1997 heb ik in het Centraal Museum tentoonstelling gemaakt Het Beste van Wim T. Schippers. Er waren huiskamertjes gemaakt en mensen konden in fauteuils, van die oude Hollandse fauteuils, konden ze naar die programma's kijken. Toen hebben we foto's besteld en dat is als een soort behang opgehangen. Dit is bijvoorbeeld een van de, nou, is een hele bekende scène natuurlijk, waar Barend Servet bij koningin Juliana op bezoek gaat. Wat is het hier mooi. Prachtig. Stil nou, mensen. Let op. Het is 14 december 1972, de tweede Barend Servet Show. Servet gaat op bezoek bij de koningin. Dat is dan nog de grootmoeder van de huidige koning, Juliana. Van haar is bekend dat ze zich graag zo gewoon mogelijk wil voordoen. Goedemiddag, Hare Majesteit. Goedemiddag. Ja, u zult wel denken, wat zit onze vorstin nu te doen? Ja. Nou, gewoon spruitjes schoon te maken, dat vind ik leuk werk. En weet u wat zo fijn is? De gewone volksmensen doen het ook. Ja. Maar gaat u toch zitten? Oh, dank u wel. Ik zal Sherry laten aanrukken. Als u het niet te vrijpostig vindt, hoeveel verdient u nu als ik vragen mag? Een gek kan meer vragen dan een wijze kan beantwoorden. Oh, juist, ja. Een gek kan meer vragen dan een wijs... Hoe zegt u ook alweer? Ik zing geen 2 liedjes voor 1 cent. Ach, hoe grappig. U zingt ook. Oh, dat is leuk. Dat wist ik niet. Oh, maar daar zingt u natuurlijk wel eens het volkslied mee. Nee, hoor, daar begin ik niet aan. Daar zou het eind zoek van zijn. De ochtend na de uitzending. Enorme verontwaardiging.
De Telegraaf noemt de Barend Servet-show doelbewuste ondermijning van alle normen en walgt van de persiflage op de koningin. Een dag later meldt de krant dat de regering de zaak wil onderzoeken. Wat de regering precies denkt, staat in de notulen van de ministerraad. Die zijn inmiddels openbaar en daar valt te lezen dat de christelijke minister Udink zich afvraagt of de overheid niet de knop kan omdraaien bij een programma. Volgens hem is er sprake van majesteitsschennis. Het zijn niet alleen de spruitjes die verkeerd vallen. Wilhelmus van Nassau, niet van Duitse. Dat loemt zich nou landgenoten. Laten hun vorstin niet eens uitzingen. De Telegraaf besteedt nog heel wat pagina's aan de Servet-show. En ook de ministerraad buigt zich er nog een keer over. Besloten wordt om, voor men maatregelen neemt, eerst het VPRO-bestuur te horen. En dat is dan weer voer voor een populair satirisch programma uit die dagen, Farce Majeur. Die door de minister op het matje zijn geroepen vanwege de Barend Servet-show. Ah, daar zullen de heren zijn. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Nou, er staat u hier binnen bij de minister heel wat te wachten, hoor. Dat wordt billenkoek, billenkoek. Nou, dat staat nog te bezien. Wij vertrouwen erop dat we de minister de bedoeling van onze show snel aan het verstand kunnen peuteren. Serieus, ja. Ik noem u alleen al het positieve feit dat de Barend Servet-show nou eindelijk eens aan de kijker zal tonen dat hij niet alles hoeft te slikken wat hem voor de neus komt. En denkt u dat de minister gevoelig zal zijn voor uw woorden? Nou, wij zullen het dus nooit niet bij woorden laten. Wij zijn erop voorbereid om hem aanschouwelijk voor te stellen wat de bedoelingen van de Servet-show zijn. Het is de bedoeling dat u tijdens het onderhoud de broeken aanhoudt? Dat hangt geheel af van de loop van het gesprek. Ja, wij hopen natuurlijk dat de minister snel begrip toont, zodat wij dus de broeken weer aan kunnen schieten. Bij de VPRO blijft de leiding achter het programma staan. De minister krijgt een vele pagina's tellende verdediging en de zaak bloeddood. Ondertussen stromen bij de omroep de brieven binnen. Nou, ik zal een paar reacties oplezen van anonieme schrijvers. VPRO, vieze piele rukkersomroep, vuile hoerenlopers, kuttekijkers, lullentrekkers, homo's, anti-oranjezakken, niks nutters. Er waren natuurlijk ook allemaal opzeggingen en die VPRO-villa's, televisievilla, die was tegenover of naast de raam van de administratie. En ik kwam hier zo aan, dus je wil wegsluipen. Zo sluipen. Die kiepen er gewoon dat hele, dingetje in de dat vrouw, waar je dan een meedeed. Die kreeg al die kwaaie brieven. Zwijn Barend Servet. Ik ben een slachter uit Os geweest en weet met messen om te gaan. Een paar vlijmscherpe messen liggen klaar om jou kapot te steken. Vuil goor zwijn, beestmens, laffe vieze vlegel. Zo waar als ik dit briefje schrijf, zo waar gaat er een mes door je hart. Ik heb zelfs een bommelding gehad, erop. Onder mijn auto. We moesten de volgende dag repeteren. In Hilversum. En ik dorst mijn auto niet in. Dus ik heb een taxi genomen en mijn auto is onderzocht, maar niks aan de hand. Ja, boze reacties allemaal. Heel vervelend. Maar ja, dat was niet anders. En daar kon ik niet zo goed tegen, hoor. Daar had ik veel last van. Zijn jullie ooit zelf bedreigd? Nou, nee, toch? Ja, wel eens rare brieven gekregen of banden een keer doorgesneden. Oh ja. Oh ja. Ja. Het heeft je niet geïmponeerd? Privé dingen. Nee. Er zijn altijd mensen die, wat je ook doet, er zijn altijd mensen die niet van gediend zijn. Dat is altijd. Alleen hier waren een heleboel mensen niet van gediend, maar een heleboel mensen ook heel erg van gediend, kan je ook zeggen. Ik vind het zo interessant om te zien wat er dan wel en niet kon, maatschappelijk gezien. De koningin spruitjes laten schoonmaken, dat kon dus niet. Dat gaf enorm gedoe. De blote damesdans was dan inmiddels eigenlijk juist weer geen probleem meer. Maar dan komt er één halfnaakte man op, oh ja, met dat snikkeltje onder zijn trui. Ja. En dat is dan ineens weer een ontzettend issue. Ja. Maar ja, dat was ook nooit gebeurd. Dat was nog niet op de televisie ooit geweest.
kan het namelijk nauwelijks ophouden. Nou, het aardige is ook dat deze man, die speelde dan, en die schok. Wim had natuurlijk niet verteld dat deze blote kerel plotseling op het podium zou stappen. Dus deze schrik is wel authentiek. Dat is niet gespeeld. Het is ons dus van tevoren ook niet verteld, hè, dat het een blote kerel zou zijn. Nou, ik wist niet wat ik zag, joh. Zo verbaasd was ik. Maar we hebben niet gelachen, nee, dat niet. Ja, het ziet er ook niet uit, hè. Dan heeft hij dat dingetje aan in zijn sokken. Dat is letterlijk erg lullig. Ik heb geen woord met hem gewisseld, nee. Nee. Ik vond het zo raar dat een kerel bloot op tv wil. Nee, hij had mijn sympathie niet. En ik denk van Harry ook niet, van Fred Hergé. Die waanzin van die vier gasten, ja, dat wordt natuurlijk opgedreven steeds meer, omdat het steeds leuker moet. Zo had je dus bijvoorbeeld op een gegeven moment een apart decor, daar stond een bad in. En daar stond een piemelnaakte dame. Dat was wel fantastisch, hoor je. Oh, wat een eenachtief, ja, zeg. Dat is waar. Oh, wat een schatje. Ik ben meegebracht. Zo. Oh. Anita! Wat heeft dat te betekenen? Ben je nou helemaal gek geworden? Die man die haar in het bad ziet zitten met... Oh, haar man zogenaamd. Ja, zogenaamd. Dit was een acteur. Ja. En die had het gewoon niet geleerd. Het was een hele prachtige scheldwoorden in allemaal. Hij had er niks van geleerd. Die dacht, dat doe ik wel even. Dat vervelend. Dat ook weer? Ja, Hans Boskamp. Hans Boskamp. Ja, ja, dat was een vervelende man. Aarslog, de vlek, de Hans Worst, zwaai doen. Die dacht, ik ga gewoon een potje schelden, je gekke show, weet je. En die had niet in de gaten dat het heel erg... letterlijk moest. Dat het echt allemaal letterlijk moest. En daar was je ook heel streng op. Ja, ik wist dat dat wel belangrijk was, stuk. Niet mijn huis! Onder de hoeren lopen! Juist! Zwaar doen! Het waren fantasietermen, er waren niet echte vloeken. Maar het klonk wel heel erg onheilspellend. En dat was dan ook weer het spelen met die taal. Het is absoluut, het heeft zo'n kapitein Haddock, het heeft het echt mee te maken. Dat is erop geïnspireerd. Hij heeft er wel natuurlijk iets heel... eigens van gemaakt. Waar heb dat nou voor nodig? Ja, ja. Ja, hele rare composities gewoon. En in dit hoekje is veel gebeurd. Er zat Wim hier en het ontstond gewoon. Ik hoefde nooit tegen Wim te zeggen, nee, dat kan niet. Dat had ik al verleerd om tegen Schippers te zeggen, dat kan niet. Want dat hoort niet in zijn denken. En het ontstond dan gewoon. Zuurkool met vette jus. Soep voor half, ja, dat is mijn menu. Kaantjes met bruine bonen. Flink veel ei, niet van dat gewone. Het was natuurlijk een geniale vondst om elke zin die wordt gezongen. Zuurkool met vette jus kwamen ze al met de soep vooraf, soep erbij. En het werd allemaal op die tafel gedrapeerd. Pap van brood, zo is maar net. Slappe thee en vruchten ijsjes. Lendelappen met vele radijsjes. Gebraden haan in druipend vet, koffie toe en dan naar bed. Wim zei bijvoorbeeld, bij zuurkool met vette jus, dat werd vervelend na het derde couplet of zo. Ik zeg, ja, dan maken we het toch een mooi slot. Ja, er moet nog iets gebeuren. En toen dan zat hij te denken en speelde ik ineens een Weense wals. Dat gaat erin. Dus dat liedje houdt gewoon op. Dan hoor je een piano een walsje spelen. En dan gaat het allemaal weer door. Rode wijnen, bruine dampen. Zeer veel drank en ook van zanden. Tonnen meer en stapels brood. Harde worst, vol kokosnoot.
We gingen hier dan 's avonds opnemen met mijn Schippers. En dan, voordat je het wist, hadden we samen een toneelstukje. En dat ging helemaal vanzelf. En dan zei hij bijvoorbeeld, hey Kloes, er zit hier een dingetje. Ik zeg, nou, dat is, dat als die klep nou dichtvalt, valt hij toch nog op dat stukje rubber. Dan hoor je geen klap, maar dan, hier, dan heb je bijna niks. En dan zei hij, maar je zou misschien beter, als je nou dat verzet, dan kan je dit latje. En dan bleven wij gewoon een kwartier improviseren over niets. En dat mis ik ontzettend, want dat probeer ik wel eens met mensen, maar ik heb er nooit meer iemand gevonden. Het was een soort spel met de werkelijkheid en bedacht. Een spel met de werkelijkheid? Ja, goed. Ja. Wil je precies weten wat het is? Ja, dat wou ik nou eigenlijk eens weten. Als ik vraag, waar heb je het nou allemaal voor nodig? Ik zou het niet weten. Je weet het echt niet? Nee, maar alle kunst die ik maak, weet ik het echt ook niet. Of pas na jaren. Maar dan ga ik even naar Ellen. Ja. Weet jij het wel? Waar gaat het nou over? Qua jongens? Nou, meer toch? Ja, meer. Ja, meer. Nee, maar het begon wel zo. Om expres. Ja. Mij viel al kijken, want ik heb een hoop teruggezien, toch ineens wel een soort van inhoud op den duur. Dwars door alle grappen heen. En hier? Zit er ook iets soms heel sombers. Alles wat iedereen ook maar probeert, mislukt. Iedereen probeert bovendien iets anders. Samenwerking bestaat er niet. Iedereen gaat als een soort satelliet door een leeg heelal. Het is eigenlijk van een ontzettende droevenis. Oh, ja, maar nee, maar ik bedoel, dit hele leven is toch... Ik bedoel, elk leven loopt slecht af. Ja, als je maar lang genoeg wacht. Ja. Maar hier loopt het meteen al slecht af. Nee, maar ik bedoel... Dat het leuk kan zijn, die narigheid, kan je ook zeggen. Zo kan je het ook uitleggen. Anna! Anna! Wat was nou de kick van televisie? Ja. Nou, dat is eruit gezonden ook. Dat scheelt, hè? Dat je gewoon... en dat vind ik nog steeds het interessante ervan. En dat is nu gewoon veel minder. Je kon mensen echt iets... presenteren waar ze niet van gediend waren. En dan keken ze er toch naar. En dat gaat nu zetten ze het af. Het is zoveel keuze. Maar je had maar twee netten en een dure televisie. Dat moest er toch uitgekeken worden. Dus dan bleven ze kijken en woedend. Als er zulke idiote uitzendingen werd gemaakt. En dan ging het even over belastinggeld. Waar het allemaal mee gemaakt werd. Dus het was het medium om mensen iets door de strot te drukken? Nou, om iets te maken. Maar ik vind het ook nog steeds zelf leuk om dingen te zien waar ik niet van gediend ben. Het is toch een totale verarming als je dat niet doet. Laat beginnen maar. Volgende week gaat een nieuwe geschiedenisserie van start. De heerlijke jaren 50. Oké, we gaan opnieuw beginnen. We gaan een nieuwe start maken. We gaan verder om onze toekomst uit te bouwen. Donderdagavond, 5:30, NPO 2.